Hey, kijkers van Shadow Games 23. Ik ben Ronald en ik ben hier vandaag samen met Jordi voor uh, onze t-shirt uh, ja, discussie. Ja, ja ik maar. heb nog niet echt een ontwerp. Ik, daar moet ik nog mee beginnen. Ik heb hem vandaag opgegeven. zoals jullie hier zien. Ja, oké. Okay, ja, kijk, ik heb al wat, uh, wat designs gemaakt en zo. Maar uh, ja, het is dus ook ja. een soort video van wat willen jullie. Willen jullie even t-shirts gaan doen? Ja of nee? Hebben jullie daar belangstelling ja. voor? En je hoeft ze niet per se te kopen, want we gaan ook giveaways doen. Ja, want dat is dus ook eens een super kwestie. Want ik zei dat ik bij de 500 subs een Minecraft account weggegeven heb. Ja. Maar ja. wat nou als ik zeg dat degene die in principe wint, uh, kan kiezen uit of een Minecraft account of een t-shirt zelf gemaakt door mij in e principe. Dus bijvoorbeeld met wat letters erop die jij ja. zelf wilt of zo. Dus kijk, jouw dan, kun, of zo. Kijk, je kunt dan zoals ik hier doe, even snel een voorbeeld doen. Dit is doe dus een gaming kanaal bijvoorbeeld. Zoals nu. Ja, want alles kun je Lekker. in principe aanpassen. Maar je moet wel voor al die foto-dingetjes... Zo, zoals Winnie die Pooh en zo... moet je ja. allemaal fancy Photoshop-shit mee doen. Dus het is niet zo dat je gewoon in die site gaat... en gewoon afbeeldetjes van het internet gaat halen en erop pleuren. Nee, het is wel... Even kijken, want ik snap er ook helemaal niks van. Maar ja, je kunt alle verschillende maten... je kunt ook allemaal kleurtjes... En... Ja, je kunt volgens mij zelfs een, een ja, je jas... Kunt, ja, je kunt mokken... en iPhone 5 hardcase'jes... en site-riemen... en ipad en en serieus, je kunt zelfs sportbroekjes en, en sporttassen en paraplu's. Dus, ik dus, ben um... even dat kijk je kunt echt van alles en nog wat. Ja oké. Okay. Maar um, op dit moment heb ik dus gewoon even wat t-shirts. Uh, op dit moment. Ja, ik heb op dit moment grijs. Want volgens mij, als je wat, uh, wat molliger bent. dan is het handiger om een wat donker t-shirt te doen. Want wel, dat tekent dan volgens mij minder of zoiets. Dat ja. heb ik gelezen op de site. Dat staat hieronder of zo. En uh, ja, dus ik heb hem ook wel in wit voor degenen die dat willen. Maar ja. En de reden waarom dit een beetje prijzer is. is wel, dit is uiteraard een wat duurder t-shirt. Maar. Hij is ook op de achterkant geprint. <laughs> yeah, ik heb hier mijn slogan en mijn uh, moeismoe staan. En uh, dit is altijd ja. zo verkrekt. Even kijken. Kijk, okay, oh, als shit. ik dan even. Ik ga even iets. Heel snel uh, uh, iets uploaden. Wacht even hoor. Ja, dan moet je wel eens de foto's hebben gemaakt, hè, kerel? Oh. Ja, maar dat heb ik, dat heb ik al. Die, ja, oké. Okay, je die... moet zo'n zo ding in PRG. Nou, ja, maar nou hij gaat me lekker klooien. Maar in ieder geval, dus kijk, dit is in principe 39 euro. Dit t-shirt, maar als ik het dan in het wit heb, dan is die 31. Nou, dan is die ook helemaal geprint en zo. Ja. En bij dit witte t-shirt kan ik ook op de mouw bijvoorbeeld wat doen. Dus dan ga ik gewoon hierheen. hup, diamant erop. Nou, bijvoorbeeld dit of zo. Weet ik het. Kun je allemaal zelf aanpassen. Maar. Um... Ja, ik doe denk ik geen wit t-shirt. Want ik vind het niet zo heel erg mooi. Maar um, ja, ik heb dus verschillende maten en alles. En wat hier staat ook nog alle fancy rotzooi. Maar um... ja. Dus laat even in de comments achter of jullie het leuk vinden om shirts uh, misschien ooit als giveaway te doen. Ja, In ieder geval, als Jordi en ik naar de YouTube Gathering gaan, want ja. ik ga in ieder geval, ook ja, ik, ook. ik ga ook in ieder geval ja, ik weet niet wat Jeroen van plan is, maar in ieder geval, dan draag ik in ieder geval zo'n t-shirt en uh, wel misschien kan ik ook wel iets fancy's doen met uh, telefoon dingetjes en en mokjes of weet, weet ik veel. In ieder geval, we nemen ook misschien ook nog wat t-shirts mee naar de YouTube Gathering. En als we daar misschien wat ja. mensen tegenkomen, dan gaan we gewoon random hier t-shirt of zo, weet ik het. Ja, dat, dan dat kunnen we dan, doen. Dan kun je naar ons toe komen? Misschien geven we dan t-shirt. Ja, moeten we wel eens de facecam doen, maar dat komt wel goed, denk ik. Dat komt allemaal goed, dat komt er allemaal aan. Dus... Ja, want ik denk wel dat er voor mijn verjaardag iets met een. Um... Ja. Ik denk doen een webcam, maar ik wil wel eens met facecams opnemen. Want ik kreeg daar echt wel vraag naar de laatste tijd. Kom. Dus ja, maar goed, laat even achter in de comments. Hebben jullie belangstelling voor t-shirts? En uh, zo ja, wat voor uh, gratie 1 e, is dus bijvoorbeeld alleen aan de voorkant geprint. Gratie 2 is ook op de achterkant. Gratie 3 is ook op de mouwen. In principe ben je net een lopend reclamebord. Maar goed, misschien vinden mensen dat wel leuk. Ik weet het niet. <laughs> maar dat wordt als een ontvet. Ja, je hebt ook zo'n mooie dat is goed, dus ook op, sowieso. Zo, zo. Ja, en uh, misschien gaan we ook wel t-shirts maken gewoon uh, van ons allemaal. Dat bijvoorbeeld ik een t-shirt draag met uh, Jeroen erop. Gewoon, gewoon één t-shirt, zeg maar. Waar we gewoon alles onze dingen op hebben staan. En uh, alle Minecraft skins of zo. Weet ik veel. Kunnen we doen. We kunnen allerlei verschillende soorten dingen doen. Dus uh, ja, maar laten even achter. Wil je dat ik voor de 500 subs een Minecraft account weggegeven? Of dat iemand een uh, custom made t-shirt van mij um, ja, wint, zeg maar. Die ik zelf voor diegene heb gemaakt. Dus ja, Laten we even achter. Ja. Ja, ik weet niet wat jullie van plan is met t-shirts, ja. maar Echt. als ik een shop ga openen, dan zal het ver na de zomervakantie zijn. Want ik wil eerst kijken hoe de t-shirts eruit zien als ze binnenkomen, in principe, of de kwaliteit wel goed is. Wanneer verkeerde. zal ik uh, mijn shirts weg hebben? Bij de 2000 ships, uh, ships, subs of uh, iets daaronder? Nou, ik denk bij de 2000. Ik doe het okay. in ieder geval bij de 500 en ja. misschien ja. bij de 1000, okay, dan ja, dan dan ik bij ik de 1500 enzovoort. enzovoort, misschien wel, weet ik niet. Ik ben al langs de 1500 heen. Dat is nice. Maar That's goed... Nice. <laughs> Maar goed jongens, bedankt voor het kijken allemaal. Laat even ja. wat likes achter. Laat je mening hier vooral uh, op achter. Vind je dit goed? Laat het achter. Vind je dit niet goed? Laat het, laat het ook achter. Want daar hebben we enorm veel aan. Ja, het is eigenlijk gewoon uh, feedback. Ja, feedback. Jullie... Gewoon, verzend even wat feedback hieronder in de reacties. Dat, er staat een link hier ook onder in de reacties. Niet in de beschrijving, daar ben ik gewoon te lui voor. Dus ja. Oké, okay, uh, dan wat uh, zien we jullie denk ik later. Ja, dus ja, het met z'n...